De manier waarop Cornald Maas de Zoomfestival machtswelusteling Eeling uithand is krankzinnig. Hij heeft in de talkshow van Eva Jinek laten weten dat hij geen zin heeft om Anouk te bellen over een deelname aan het Liedjesfestijn, zij moet zelf maar contact opnemen. Die man stuurt jarenlang de meest kwetsbare vogeltjes naar het festival en weigert nu Anouk. Albert Verlinde heeft keihard uitgehaald naar Cornald, hij heeft hem een zure oude homo genoemd. Wat vindt Hans daarvan? Dat Albert Verlinde Kornald Maas zo noemt, moeten we niet al te serieus nemen, zegt hij in Nieuwe Revue. Het is volgens Kornald niet normaal dat Albert hem homo heeft genoemd, maar Hans vindt het geen punt. Ik zeg dat ook wel eens tegen iemand van dezelfde geaardheid, het is dan juist luchtig en grappig bedoeld. Dat hele woke gedoe moet een keer voorbij zijn. Hans vindt het vooral krankzinnig dat Kornald zich zo opstelt tegen Anouk. Van Kornald Maas vind ik het wel een beetje raar dat hij op tv zegt dat Anouk hem maar moet bellen. Ik denk dat je blij moet zijn dat een artiest van zo'n kaliber je land wil vertegenwoordigen op het Zoomfestival. Het is misplaatste arrogantie om zo te reageren, dat vind ik veel erger dan de woorden van Albert Verlinde. Ik vind Kornald verder een aardige vent, maar zijn reactie zou hij even recht kunnen trekken. Kornald moet diep door het stof gaan en Anouk met nederige excuses opbellen, vindt Hans. Ik zou Anouk gelijk hebben gebeld, dan ben je ook van het hele gezeik met die liedjes af. Daarnaast vind ik het de laatste jaren wel heel sterk draaien om de vertegenwoordiging van Liept Kia, Plus, dat wordt een beetje vermoeiend. Laten we teruggaan naar wat het was: een liedjeswedstrijd waarin het beste liedje mag winnen.